We horen de laatste tijd heel veel verhalen van overheden die elkaar hacken, journalisten hacken, burgers hacken, aftappen. The CIA has concluded Russian hackers intervened in the US election with the purpose of helping Donald Trump win. En ik zit nu naast Arjen en hij is een beveiligingsexpert en die weet hoe je een laptop zo hackproof kan maken als mogelijk. Inderdaad, want alles is te hacken, leer ik vandaag. Zelfs als je je computer in een atoombunker onder de grond helemaal offline zet, dan zijn er manieren om er een virus in te krijgen. Dat is bijvoorbeeld in Iran gebeurd in 2009. Toen lukte het Amerikaanse en Israëlische geheime diensten het nucleaire programma van Iran in de war te schoppen door de Iraanse computers te infecteren met het Stuxnet-virus. Goed. De eerste tip van Arjen om dat te voorkomen is Tails, een gratis besturingssysteem dat iedereen kan gebruiken, waarop je bij wijze van spreken je eigen atoomprogramma kan beginnen, zonder dat er een virus bij kan. Je draait vanaf de USB-stick, dus zelfs als er op jouw harddisk een virus staat, op dit moment is het niet actief, want het enige wat actief is, is wat er hierop staat. Het ziet er wel een beetje uit als Windows 95. Het is een beetje 2003 one-step desktop back. Maar het doet alles wat een desktop moet doen. Hè. Je kan tekst verwerken, mailen, browsen, chatten, audio, processen, al die dingen kan je doen. Maar met alleen aangepaste software red je het natuurlijk niet. Laptops, er zit tegenwoordig natuurlijk van alles in. Wi-Fi, Bluetooth, modem, allerlei stukjes van de laptop die naar buiten kunnen praten. Ja. Daar zijn ze ook voor bedoeld. Maar als dan jouw laptop gehackt wordt, dan kunnen die dus ook overgenomen worden en wordt zo'n ding een beveiligingsrisico. Als jij toegang hebt tot de Bluetooth-toort, heb je misschien wel toegang gewoon tot de rest van de computer daarmee. En als je dan een virus die computer naar binnen duwt en dan ga je bijvoorbeeld alle toetsaanslagen opnemen, al je wachtwoorden. En de Bluetooth-chip kan dat ook weer dan uitzenden als een signaal. Dus bij de hackproof laptop die Arjen heeft meegenomen zijn wifi, Bluetooth en modems verwijderd. Ook de harddisk is eruit. Omdat we dus het hele besturingssysteem van zo'n USB-stick draaien, is er geen noodzaak voor een harddisk. En dan zijn we er nog niet. Wat verder verstandig is, is speakers en microfoons. Want we hebben ook virussen gevonden de laatste jaren die andere computers infecteren over ultrasoundgeluid. Bizar, maar zonder speakers is de laptop eindelijk hackproof. De gebruikers van deze laptop zijn vaak bedrijven, overheden, maar ook bijvoorbeeld advocaten, mensenrechtenactivisten of hulporganisaties. Maar ook voor de bruidkijker heeft Arjen iets meegenomen. Je hebt dit witte kastje meegenomen. Ja. Wat doet dat? Dit is een soort mini-router. Die zet je eigenlijk tussen je internetverbinding. En dan gebruik je gewoon je laptop zoals je hem normaal gebruikt. En dit kastje regelt dan dat al je netwerkverkeer over het Tor-netwerk gaat. En dat betekent dus dat de servers aan de andere kant zien niet wie je bent en waar je bent. Als meer mensen dit gebruiken, als meer mensen Tor gebruiken of een mail versleutelen, dat soort dingen doen, dan wordt het een effectiever hulpmiddel voor de mensen die het meeste nodig hebben. De mensenrechtenadvocaten in Centraal-Azië, onderzoeksjournalisten over de hele wereld, klokkenluiders, allerlei andere mensen die het echt nodig hebben, soms daar voor hun leven afhankelijk van zijn, die kunnen zich beter verstoppen in een groter volume aan data. Dus ja, wij kunnen hen helpen door dit hele kleine beetje moeite te doen. Zijn laatste punt, dat is best wel een eye-opener. Ja, volgens mij ook. En dus zelfs als je denkt van, ik heb die anonimiteit online helemaal niet nodig, ik heb niks te verbergen, wat kan mij die privacy schelen? Ja, dan heb je nu dus nog een extra reden om wel anoniem online te gaan, omdat je namelijk mensen helpt die die anonimiteit ook echt nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in een land wonen met een streng regime dat dissidenten in de gaten houdt bijvoorbeeld. En Arjen die heeft een handleiding online geschreven, die staat op bright.nl natuurlijk ook. En daarin staat dan hoe je anoniem het web op kan gaan en die eerste stappen die daarin staan, die kan echt iedereen zetten.